In 1984 werd op de zolder van dit landgoed, in de buurt van Zundert, een bijzondere vondst gedaan. In de nalatenschap van Louis van der Wal werd een stapel verroeste filmblikken gevonden. Ze herbergden ruim 2 uur amateurfilms uit het eind van de 19e eeuw. Het leven in het dorp Zundert is er zeer gedetailleerd op vastgelegd. Toen vorig jaar de collectie van der Wal opnieuw werd geconserveerd, deed men echter een ontdekking die niet alleen voor Zundert belangrijk was. Vincent van Gogh bracht zijn jeugd door in Zundert. Toen hij hier rondliep, was hij al een opvallende verschijning. Toch zijn er maar 2 jeugdfoto's van hem bekend. Naar men zegt, hield hij er niet van gefotografeerd te worden. We weten ongeveer hoe Van Gogh eruit zag aan de hand van zijn vele zelfportretten. Van Gogh werd na zijn dood steeds bekender en meer geliefd. Zijn beeltenis is uiteindelijk uitgegroeid tot een icoon. Maar de ontdekking op de zolder van landhuis Walstein zal het beeld dat wij van hem hebben voor goed veranderen. Professor Philip van den Einde is historicus en onderzoekt het dagelijks leven van vroeger aan de hand van amateurfilmbeelden. Wel, het is het provinciebestuur van Noord-Brabant geweest die me gevraagd heeft om de filmblikken die sinds 1984 door het provinciebestuur worden bewaard, om die blikken te bekijken, te inventariseren en ook te bestuderen. Omdat men een beeld wou hebben van het alledaagse leven eigenlijk, van ja, met name de lage landen, zeer zeker ook van Noord-Brabant. En omdat dat mijn specialiteit is, namelijk het leven van alle dag, laten we zeggen, laatste kwart van de 19e eeuw, is men met de blikken bij mij terechtgekomen. Op de beelden is de intocht te zien van een nieuwe pastoor, pastoor van Vessem. Een gelegenheid waarbij de hele bevolking van Zundert betrokken was. In de stoet zien we al versierde fietsen en karren rijden. Een traditie die zou uitgroeien tot het bloemencorso van Zundert. Maar er was nog iets te zien. Heel even maar. Iets dat het hart van de historicus sneller deed kloppen. Ja, toen we de film aan het bekijken waren, zagen we een menigte die langs de kant stond, zeg maar op straat, op het trottoir. En die de praalwagens en de fietsen, de versierde praalwagens en fietsen aan het bewonderen was. En vanuit die menigte stapt er een man en mijn assistent zegt, bij wijze van grap, blijf maar kijk, daar loopt Van Gogh. Ja, dat is natuurlijk iets wat totaal onmogelijk is eigenlijk, maar in het naar huis gaan eigenlijk s'avonds al, is die zo gefixeerd, die idee, dat ik het boeiend vond om dat verder te onderzoeken. Een tijdje terug kwam professor van der Einde van de Katholieke Universiteit Leuven bij ons met een stapeltje blikken, waaronder dit blik met totaal vergane films, waar we dus helemaal niets meer mee kunnen doen, ondanks onze professionaliteit. Maar dit is zo ver kapot dat we daar geen beeld meer uit kunnen toveren. Maar hij had er ook een paar bij. Blikken van 1920 ongeveer. En hij beweerde dat daar een film in zat waarin Van Gogh voorkwam. Die liep langs een koets. En we hebben hem teruggestuurd. En zeiden van, nou, Van Gogh is veel eerder overleden dan 1920. Dus dat kan gewoon niet de film zijn waar jij op hoopt. Ja, natuurlijk een grote ontgoocheling. Die reactie van de graaf. Omdat je toch ergens hoopt van iets belangrijks te hebben ontdekt als historicus. Maar ja, dat bleek dus helemaal onmogelijk te zijn op dat moment. Nu later, zoals ik al zei, deze idee liet mij niet meer los. En toen dacht ik van ja, kijk, de inhoud van die filmblikken, er zijn er een aantal gevonden. Dus het kan best zijn dat die
dat die verwisseld zijn. En toen zijn we teruggegaan naar de graaf. Ja, en toen bleek het wel waardevol materiaal uit die tijd te bevatten. En dat gaf ons opnieuw moed om de zaak verder te onderzoeken natuurlijk. De graaf onderzocht de haarkleur van de baard van de man op de film. Aan de hand van de grijsdekking van het materiaal bepaalde de graaf de originele kleur van de baard. Die blijkt overeen te komen met de kleur in portret F295. Er is nog een ander element. We hebben de brieven van Van Gogh nog eens doorgenomen. En daar hebben we gevonden een brief die hij schrijft aan zijn vriend Hein Aartsen. Zo snel als de plannen voor het noorden zich ontwikkelen, laat ik het u weten. En misschien is het mogelijk ook in Zundert langs te gaan. O, de gedachte met u samen die nachtelijke wandeling naar Rijsbergen nog eens te herhalen. En nu, kerel, heb het goed. Denk van tijd tot tijd eens aan mij en verblijd mij met een brief, als gij tijd kunt vinden. Uw Vincent. In het revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan Zee onderzoekt Han Houdijk patiënten met een verstoorde motoriek. Van den Einde nam contact met hem op. Houdijk gebruikt multimediatechnieken en combineert videobeelden met gegevens van sensoren die op het lichaam worden aangebracht. Op verzoek van Van den Einde bekeek Houdijk de filmbeelden en vergeleek die met de zelfportretten. De lichaamsbouw was hetzelfde. Andere informatie is ook erg relevant. In het geval van Van Gogh weten we bijvoorbeeld dat hij de ziekte van Meniere heeft. De ziekte van Meniere, dat is een aandoening aan het oor, in zijn geval het rechteroor. Wat leidt tot gehoorstoornissen, oorsuizen, oorpijn. Maar ook omdat het evenwichtsorgaan daar zit, evenwichtsstoornissen. En die zijn ook natuurlijk heel erg relevant en belangrijk voor het looppatroon. Wat we gedaan hebben is uit de filmbeelden die we hebben, de persoon die vermoedelijk Van Gogh is geïsoleerd. We hebben de persoon gedigitaliseerd, dat wil zeggen de verschillende ledematen hebben we in de computer opgeslagen en de bewegingen daarvan. En dat resulteert in een wat we noemen een stickdiagram, wat we op alle manieren kunnen bekijken en waarvan we de bewegingen van de verschillende lichaamsdelen kunnen analyseren. We kunnen dat nu van beeld voor beeld bekijken, waarbij we zijn voet, zijn knie, zijn heup en zijn schouders in beeld hebben. Een van de grootheden die we daaruit kunnen afleiden is bijvoorbeeld de romphoek in een vooraanzicht. En we kijken dan naar de mate van rompzwaai, zoals we dat noemen. Dus de mate waarin de romp in het vooraanzicht op en neer zwaait tijdens het lopen. Nou, als we die rompzwaai dan tijdens dat gangpatroon eens uitzetten tegen de tijd, dan krijg je een dergelijke figuur, waarbij hier de tijd is die verstrijkt en de rode lijn aangeeft welke rompzwaai we normaal gesproken bij een normaal individu zouden verwachten, bij een gezond individu. De groene lijn geeft aan wat we op basis van gegevens uit de literatuur weten over hoe mensen met een ziekte van Meniere, gecorrigeerd voor het postuur van Van Gogh, ongeveer moeten bewegen. En de blauwe lijn die we hier zien is de informatie die we hebben afgeleid uit de filmbeelden. Dus de informatie die we net uit het stickdiagram hebben ontleend. En u ziet dat de blauwe lijn, dus van onze vermoedelijke Van Gogh, inderdaad erg veel overeenkomst heeft met personen die de ziekte van Meniere hebben, en veel meer dan met normale individuen. En ik denk dat dit een van de sterkste bewijzen is die we hebben uit onze analyse, dat de persoon op de film inderdaad voldoet aan een aantal kenmerken die Van Gogh heeft. En dat we met een zekere zekerheid kunnen zeggen dat het Van Gogh zou kunnen zijn. Jarenlang kwamen toeristen naar Zundert om het dorp te bekijken waarin Van Gogh heeft rondgelopen. Maar nu, dankzij de erfenis van Louis van der Wal, is Van Gogh zelf weer tot leven gekomen in de straten van Zundert. Het nieuws met Rudy Vendrig. In Zundert zijn oude filmbeelden gevonden waarop de schilder Vincent van Gogh is te zien.